Voorzitter, dames en heren, minister, collega's, laat me toch eerst iets zeggen dat ik een beetje beschaamd ben. Beschaamd voor mezelf, omdat ik deze crisis niet heb zien aankomen en ook te laat gereageerd heb. Nu, het is geen excuus, maar het heeft eigenlijk wel een stukje reden. 20 jaar zwerf ik hier al een beetje rond in het huis van wantrouwen. En ik moet eerlijk zijn, dat kan ook de geest besmetten. In 1999, meneer Lagaard, u zult zich misschien nog herinneren van uw vader, is Open VLD, is paars aan de macht gekomen met de dioxinecrisis. In de dioxinecrisis werden 20 miljoen kippen geslacht. Dat kostte een 500 miljoen euro aan de schatkist. En de enige doden die ertoe waren, waren de zelfmoorden van enkele pluimveeboeren. Ondertussen heb ik hier fipronil, Creutzfeldt-Jakob, SARS, vogel en varkensgriepen de revue zien passeren. En in 2009, 2010 hadden we ook de Mexicaanse griep. En we gaven toen ook aan de regering volmachten. Volgens het Rekenhof heeft het toen 85 miljoen euro gekost. 9 miljoen ongebruikte vaccins werden vernietigd. En onlangs heeft men nog 4,7 miljoen rottende mondmaskers ontdekt in het leger. Dus, laat ons zeggen, ik wil het niet gebruiken als excuus, maar toch een beetje dat ik altijd wantrouwen heb tegenover het gezag. Maar vandaar ook, omdat ik me toch vergist heb, mea culpa. Maar ik ben niet alleen beschaamd voor mezelf. Ik heb vooral plaatsvervangende schaamte voor het vunzig, macaber machtsspel dat zich hier bij deze regeringsvorming heeft afgespeeld. Machiavelli zou de laatste week bij jullie kunnen in de leer geweest zijn. En u kent allen waarschijnlijk, zeker van de Vlaamse kant, de Eminaas Gries van de standaardjournalistiek, dat is Guy Tegenbos en de collega heeft al gezegd, die schreef: ik volg de politiek al 40 jaar en heb nog nooit zoveel leugens, bedrog, postjesjagerij en gekonkel gezien in 1 week tijd. Vandaar dat ik toch een beetje verwonderd ben van al die emotionele speeches dat ik tot nu toe gehoord heb. Laat ons toch even recapituleren. Terwijl de bevolking aan het hamsteren sloeg en angstvallig wacht op het virus, reikte de grootste partij van het land de hand aan de grootste partij van Wallonië en was er een akkoord om een volwaardige noodregering te vormen om de oorlog aan te gaan, zoals ik het onze voorzitter zo mooi hoorde zeggen op in de afspraak op tv. Maar in de politiek zijn woorden even vluchtig en even heftig als chloroform en loert er een Brutus om elke hoek. Ik zag zondagmorgen meneer Magnette op tv, op RTL, alles verloochenen wat de nacht ervoor besloten was. Maar ik kan u ook zeggen, beste collega's, in een land in crisis heeft men het recht niet om de democratie te negeren. Jullie van Groen, CD&V, SPA en Open VLD laten zich de kosten van de democratie meesleuren in een walsdiscours van misprijzen voor de Vlaamse meerderheid. Jullie verkopen je ziel aan een minderheidsregering met de Vlaamse minderheid. Het is voor mij zelfs ongezien en onbegrijpelijk dat socialisten en ecologisten applaudisseren voor een regering met 10 liberale ministers. Hun enige verbindingslijm is het slijm van een griepsvirus. De restregeringen, Michel II, Wilmes 1 en 2, zijn met 38 zetels op 150 de kleinste minderheidsregeringen die België ooit gekend heeft. Ze zijn op de regering Spaak 2 na de enige minderheidsregering waar 's lands grootste politieke partij geen deel van uitmaakt. Spaak 2 kreeg echter nooit het vertrouwen van het parlement en was slechts de 18 dagen tussen de eedaflegging en de vertrouwensstemming aan het bewind.
Uw regering, mevrouw, Wilmes II, is de eerste minderheidsregering in 190 jaar Belgische geschiedenis die bijzondere volmachten krijgt van een leeg parlement. Maar wie angst en emoties begeert, krijgt altijd absolute macht. We trekken ten strijde tegen de grootste crisis van deze eeuw met een ondemocratische Lilliputtenregering. We moeten gigantische economische schade zien te voorkomen en deze nadien zien te herstellen met een gedoogregering van schuldmagneten en belastingkluffelaars. En ik kan u zeggen, mevrouw, als het de maatregelen zijn tegen het virus zelf, zult u mijn steun krijgen, hoe klein ook. Want ik verheug me er zelfs op dat men ondertussen plots de hinderpremie ontdekt heeft. Het is een wet van mij uit 2004 dat ik er toen doorgekregen heb, dankzij de steun van mevrouw Laruelle, want alle linkse partijen die er vandaag emotioneel staan te roepen, waren er toen tegen en het heeft 2 jaar geduurd om die wet in de tijd door de Senaat te krijgen. Klein detail, mevrouw, het is dikwijls noodzakelijk dat men de geschiedenis kent. Mevrouw de premier, u vraagt nu het vertrouwen op basis van de mini-regeringsverklaring, waarin zo weinig mogelijk staat en zonder een regeerakkoord. De grenzen van de bevoegdheden van deze regering worden zo vaag omschreven dat niets de volledigheid in de weg staat. Achter het mondmasker van corona schuilt een Waalse politieke strategie van Vlaamse onderwerping en regionale alleenheerschappij. Als de mondmaskers na 6 maanden zullen afvallen, zal Vivaldi waarschijnlijk niet zijn 4 seizoenen spelen, maar zijn gloria ook de moeite om te beluisteren. De Vlaamse parlementsleden kunnen dan de stomme van Portici neuriën. Een onthoofd parlement in quarantaine, vertegenwoordigd door een handvol fractieleiders, moet hier nu het debat aangaan over een regeringsverklaring van haiku-formaat. Beste voorzitter, ik moet je eigenlijk feliciteren. Je bent de sluwe, geslepen architect van deze anti-Vlaamse coalitie. Je kent waarschijnlijk alle trucken van de voer. Door Wilmes, mevrouw Wilmes, sorry, als formateur aan te duiden en als premier de eed bij de koning te laten afleggen, tegen alle afspraken in, maar dat zijn je nu allemaal vergeten, kan deze ploeg in principe aanblijven tot 2024. Jouw partij, meneer de voorzitter, de Open VLD, kwam aan de macht met een dioxinecrisis en blijft er nu dankzij een coronacrisis. Dit is geen volwaardige Korea-regering, collega's. Het is een minderheidsregering van MR, Open VLD en CD&V met gedoogsteun van PS, SPA, Ecolo, Groen, Defi en CDS en onder leiding van de grootste poppenspeler in dit debat, Paul Magnet. Maar de gedoogsteun is zogezegd beperkt tot coronamaatregelen die onmiddellijk worden omgezet in volmachten, waardoor de gedoogsteun in werkelijkheid niets meer voorstelt. Erger nog, uw regering, de minderheidsregering Wilmes II, krijgt gedurende 3 tot 6 maanden alle macht in handen. Kan het nog ondemocratischer voor een parlementaire democratie? U vraagt het vertrouwen, mevrouw, voor partijen die zelf het vertrouwen van de bevolking niet meer genieten. Als we de opiniepeilingen van vorige week mogen geloven, behalen de 2 Vlaams-nationalistische partijen samen de absolute meerderheid en halen al de anderen nauwelijks het dubbele van de kiesdrempel. Kom me dan niet vertellen dat ik jullie niet heb gewaarschuwd. Cynischer kan politiek haast niet zijn. Wie niet ziek wordt van het coronavirus, wordt het waarschijnlijk van deze politiek.